President Desi Bouterse heeft zijn Boliviaanse ambtgenoot Juan Evo Morales vandaag de hoogste onderscheiding toegekend. De Boliviaanse president is benoemd als drager van het grootlint in de ereorde van de gele ster. Volgens het staatshoofd heeft hij president Morales deze eer toegekend vanwege de inspanningen die hij heeft gepleegd om de inclusiviteit of medezeggenschap van zijn volk te garanderen, met name voor de inheemse gemeenschap, vrouwenrechten en scholing van de jeugd. Ook de wijze waarop Morales de economie van zijn land heeft ontwikkeld en de bijdrage aan met name de Zuid-Amerikaanse regio als een zone van vrede zijn door president Bouterse gememoreerd. Aan het einde gekomen van dit officieel bezoek. Al final de este visita oficial. Wil ik meegeven dat we een niet alleen een historisch, maar een heel vruchtbare onderhoud hebben gehad tussen Bolivia en Suriname. No solo un encuentro historial, pero muy importante para esos dos estados. We hebben natuurlijk wat enkele mondiale vraagstukken besproken. Hemos discutido unos asuntos mundiales. De situatie in Zuid-Amerika, Latijns-Amerika en Caribisch gebied. La situación de América del Sur, Latinoamérica y el Caribe. Hoe we zaken hebben gezien en waarop wij zouden kunnen anticiperen. Cómo hemos visto las cosas y cómo podemos anticipar a las soluciones. We hebben daarna gekeken naar de samenwerkingsverbanden welke deze beide landen zouden kunnen aangaan. Dit is een historisch moment, want het is het eerste bezoek, officieel bezoek van Bolivia aan de Republiek Suriname. En dit is een moment dat we moeten koesteren. En we dragen het hoog in het vaandel om aan te geven de samenwerking die we hebben. Hermano presidente, decir representa a los afroamericanos y yo represento a los llamados afroindios. Ze noemen de afstammelingen van Afrika de Amerika-India. De Afrikanen, de Afro-Surinamers, maar wij gaan het noemen voor de inheemse, voor de Indianen, gaan we zeggen de Amer-Indianen. Tal vez en la región sudamericana tenemos poca población, pequeña población, pero grandes en profundos sentimientos por la vida, por la humanidad. We hebben qua bevolking een iets lagere percentage in Zuid-Amerika, maar wanneer het komt op de humaniteit zijn we dan veel groter in. Na de toespraken hebben de presidenten een gezamenlijke verklaring ondertekend met betrekking tot de diverse afspraken die zijn gemaakt. De ministers van Buitenlandse Zaken, respectievelijk Ildis Polak-Bigli en Diego Parry Rodriguez, hebben ook twee documenten ondertekend. Onder meer is afgesproken dat er geen visum nodig is voor het verkeer tussen beide landen. Er zijn ook afspraken gemaakt met betrekking tot politieke consultaties tussen beide bewindslieden.